Welkom in een nieuwe video waarin ik met jullie een transmissie wil delen. Ik werd geleid om deze transmissie te maken omdat het nu des te belangrijker is om ook onze gedachten te gaan helen en niet enkel en alleen maar te gaan focussen op de emoties. Daarom, als je er klaar voor bent, zorg dan dat je in een comfortabele positie kan gaan zitten of gaan liggen. Kan je je ogen sluiten. En adem dan richting je buik, zodanig dat bij elke inademing je buik boller wordt. Je kan dat doen in 4 tellen. Dan hou je gedurende 4 tellen je ademhaling vast. En blaas je vervolgens zachtjes hoorbaar weer uit in 4 tellen. Doe dat een paar keer, zodanig dat je alles van deze dag, van dit moment, alle to-do's, alle taken, alle verantwoordelijkheden even los kan laten. En dat je weer verbindt met jezelf, met je ademhaling. En dus het nu. En terwijl jij je focust op je ademhaling, dan balanceren aardsengel Metatron en aardsengel Sandalphon jouw energie uit, zodanig dat die optimaal is voor deze transmissie, geheel aangepast aan jouw proces en wat jij nu nodig hebt. Blijf rustig in- en uitademen. Het kan zijn dat je tintelingen voelt aan je hoofd of aan je voeten of ergens anders in je lichaam. Het is enkel een bevestiging dat je energie door je lichaam laat stromen. Ik vraag aardsengel Metatron om je grondingsscoren aan te passen naar optimaal en je energiesysteem te transformeren naar optimaal. Waar nodig worden chakras aangepast zodat degenen die te veel openstaan wat meer gesloten worden. En degenen die gesloten zijn, wat meer open gezet worden. Ook de nieuwe chakras die nog niet geactiveerd zijn, worden bij deze geactiveerd. En bij deze geven we toestemming dat alle volgende chakras mee geactiveerd worden naarmate je verder loopt op het pad van jouw bewustwording. Blijf rustig in en uitademhalen. Geef nu toestemming aan de universele vlammen en aan jouw lichtteam om deze transmissie, wat een overdracht van energie is, bij jou uit te voeren. En dan roepen we eerst de groene vlam aan en we vragen om die groene vlam te plaatsen in onze voetchakras. Dit is behulpzaam om de getransformeerde energie vanuit onze mentale lichaam, dat we straks gaan doen, om die op een vlotte, moeiteloze manier los te laten en getransformeerd terug te geven aan de aarde. En hierbij healen we ook delen van de aarde verder. Dus deze transmissie werkt in 2 richtingen, niet alleen voor jou, maar tegelijkertijd ook voor het collectief en de aarde. Met elke uitademhaling gaat de stroom van energie naar beneden, richting je voeten.
Waarbij dat alles wat je niet meer langer nodig hebt, alles dat niet meer past bij de huidige versie en de versie die je aan het worden en in het groeien bent, dat er losgelaten onmiddellijk getransformeerd en getransmuteerd wordt. En onmiddellijk wordt die opgevangen en opgevuld door gouden diamanten energie, de zuivere energie van de bron. Je hoeft er niets voor te doen. Dit zijn lichtcodes die in jouw lichtlichamen zitten, die op die manier geprogrammeerd en geactiveerd worden. Dus telkens je iets loslaat, wordt dat automatisch opgevuld met zuivere energie van de bron, die de kleur diamant draagt. En afhankelijk van waar hij zit in je proces, gaat er ook nog een gouden scheen zichtbaar zijn. Vervolgens roepen we de blauwe vlam aan. De blauwe vlam wordt vergezeld door aartsengel Michael en diens tweeling vlam. En elk weerspiegelen ze de mannelijke en de vrouwelijke energie ook in onszelf. Aartsengel Michael staat voor jou. Zijn tweelingvlam staat achter jou. Ze steken hun handen naar jou uit om je behulpzaam te zijn en je te ondersteunen bij deze transmissie. Aartsengel Michael haalt zijn zwaard uit. Hij steekt zijn zwaard met de punt naar boven in de lucht. Wat het teken is voor de blauwe vlam om via jouw keelchakra, jouw lichtlichaam, jouw energie en jouw fysieke lichaam binnen te komen. Geef toestemming en laat het gebeuren. Ga mee in de flow, laat het gewoon volledig gebeuren. De blauwe vlam gaat via jouw keelchakra tot in het diepste van jouw keel. En dan langs de achterkant, net boven je wervelkolom, gaat de blauwe vlam eventjes je lichaam weer uit. En daar zie je dat de tweelingvlam van aartsengel Michael de vlam terugstuurt, terug doorheen jouw keelchakra. En zo gaat die energie van aartsengel Michael door je keelchakra van voor naar achter, naar de tweelingvlam van aartsengel Michael en terug. Dit helpt om zowel in je mannelijke als je vrouwelijke energie je waarheid te kunnen spreken, maar vanuit verbinding met je authentieke essentie. Vanuit zorgzaamheid, vanuit liefde, vanuit begrip, vanuit balans, vanuit vrede. Vanuit onvoorwaardelijke liefde. De blauwe vlam helpt jou om betere grenzen te stellen. Vanuit respect en zelfliefde. Deze transmissie is jou behulpzaam in het gebruiken van woorden, taal, energie. Op de meest optimale manier voor ieders hoogste goed betrokken. Naarmate dat dat heen en weer proces gaande is, ga je merken dat jouw keelchakra lichter gaat aanvoelen. Adem rustig een paar keer in en uit. Stuur alles wat al losgekomen is van blokkades. Van beperkingen uit dit en vorige levens, in alle tijd en alle ruimte waarin we het zwijgen opgelegd zijn. De nadelige effecten van het dragen van mondmaskers. Het niet mogen uiten, het niet mogen spreken, niet mogen zijn. Geef dit mee aan de blauwe vlam, die het onmiddellijk transformeert en transmuteert in onvoorwaardelijke liefde en licht. Het kan zijn dat je moet hoesten. Kan zijn dat je moet boeren laten en dat is allemaal oké. Okay. Dat is allemaal een teken dat je het loslaten bent.
Vertrouw in de kracht van de universele vlammen. Vertrouw in jezelf. Vertrouw in je eigen kracht. Weet dat je de wijsheid in jou hebt om te doen in je leven waarvoor je hier gekomen bent. Weet dat je het waard bent om het pad van je ziel te volgen. Weet dat je meer dan goed genoeg bent, zoals dat je nu bent. Laat onvoorwaardelijke liefde je leven vullen. Laat het door je heen stromen. En laat het pad dat je mag lopen, het pad van je ziel, oplichten. De blauwe vlam verandert in een kleine waakvlam in het midden van je keelchakra. Dus eigenlijk in het midden van je keel. En een gelijkaardige blauwe vlam, maar met zwarte diamanten rand, wordt geplaatst door aartsengel Michael vooraan, net voor je fysieke lichaam, in je mentale lichaam, om daar alle overtuigingen, alle gedachten, alle ideeën die jou nu nog beperken in het zijn van de hoogste versie die mogelijk is, om die stap voor stap te transmuteren op een moeiteloze manier. En het tweelingvlam van aartsengel Michael, die doet net hetzelfde, maar aan de achterkant. Eveneens in je lichtlichaam van het mentale lichaam. Het is oké, laat gebeuren. Van zijn dat je wat pijn voelt. Van zijn dat je een heel rare gewaarwording ervaart ter hoogte van je oren. Op de achterkant van je hoofd. En dat is eigenlijk je fysieke lichaam die zich probeert aan te passen aan die hogere, nieuwere energieën. Als het te veel pijn doet, dan vraag je gewoon aan je team om het aan te passen zodat het draaglijk is en dat het eigenlijk geen pijn meer doet. En vervolgens roepen we de gouden diamantenvlam aan. De gouden diamantenvlam gaat ons behulpzaam zijn om het verder moeiteloos manifesteren van ons leven. Van de geascendeerde versie van onszelf. Om te verbinden met ons toekomstige zelf. Want we zijn reeds één. Alles wat je wenst, alles wat je diep van binnen voelt dat mogelijk is, is hier reeds aanwezig. De diamanten gouden vlam zal je helpen om in elke situatie het licht te zien, de zilveren rand zoals dat ze zeggen, om mogelijkheden te zien waar dat er tot voor kort enkel beperkingen waren, om lessen te zien waar dat tot voor kort enkel pijn was. Jouw team, aartsengel Michael en zijn tweelingvlam, aartsengel Metatron en aartsengel Sandalfon, die zullen jullie de komende weken na het doen van deze transmissie behulpzaam zijn en het duidelijk tonen waar dat jij jezelf nog tegenhoudt. Zodanig dat ook jij van je leven een meesterwerk kan maken. Dat ook jij in de meesterversie van jezelf kan verstappen. En ook daadwerkelijk van daaruit je leven kan vormgeven. Zoals het een ware meester beaamt. De blauwe vlam met de speciale zwarte diamanten rand omheen, die geplaatst werd in je mentale lichaam, zou jou helpen om alle overtuigingen, alle conditioneringen die niet langer voor je hoogste goed zijn, bewust naar boven te laten komen zodanig dat je los kan laten en ze transformeren. Als dat gebeurt, dan roep je gewoon de blauwe vlam aan. Stuur je dat door geen gedachte en ga je zien dat die gedachte volledig verbrokkelt, volledig afbrokkelt. En plaats kan maken voor een diamantengedachte.
een gedachte vanuit dat hoger bewustzijn, vanuit dat eenheidsbewustzijn. En zo is het. Dan vraag ik u om nogmaals de grondingscode aan te passen naar optimaal. Volledige energie in de lichtlichamen uit te lenen. Voor ieder schoogste goed betrokken. Als je dat wenst, dan kan je nu nog iets vragen aan jouw team. Of aan aartsengel Michael, aartsengel Metatron, aartsengel Sandalfon of de tweelingvlam van aartsengel Michael. Luister en het antwoord wordt gegeven. En wanneer je klaar voor bent, dan kom je terug in het hier en nu. Beweeg zachtjes je lichaam. Draai zachtjes je hoofd eventjes rond je nek. Maak lichte buigingen. Want er is daar in die regio heel veel gebeurd natuurlijk. Als je pijn voelt en ervaart, weet dat dit te maken heeft met stress en spanningen die je loslaat. Kan je je nek, schouders masseren, warm bad nemen of nog eens de vlam er doorheen laten gaan. En dan uit je dankbaarheid voor deze transmissie en alle lichtwezens die ons bijstonden en behulpzaam zijn op ons pad naar essentie, terug naar onvoorwaardelijke liefde. Namaste.